Breda Nu. Je weet het meteen. Regen, zon, hagel en soms zelfs sneeuw. Het gaat werkelijk alle kanten op deze dinsdag met het weer. Maar hoe wordt het Koningsdag? Er is maar één man die dat kan weten. En dat is weerman Nico Koevoets. Nico, wat gaat het worden? Ja, het weer voor Koningsdag, 27 april. Ja, het kan alle kanten op gaan, maar dit jaar is het wel heel bijzonder. Koningsdag gaat kouder zijn dan kerst, afgelopen kerst. Want toen was het terrasjes weer, zaten we buiten in het zonnetje bij 15 graden. En morgen zullen we tevreden moeten zijn met tussen de buien door 7, 8 graden. En die zonnige momenten zijn maar kortdurend, want tijdens buien met winterse neerslag, hagel, natte sneeuw, kan het afkoelen tot een graad of 3. Dus niet al te best, denk ik, helaas. Hoe bijzonder is dit? Redelijk bijzonder voor de laatste jaren, want het voorjaar is de afgelopen 20 jaar toch steeds warmer geworden. Dus in die zin is het nu wel bijzonder dat het zo koud is. Maar kijk je naar de periode voor 1990, dan was het wat minder bijzonder. Want in die periode kwam het wel eens vaker voor dat het eind april, begin mei nog wel eens flink koud kon zijn. Een tip voor de feestvierders, wat moeten ze aan? Iedereen moet aandoen wat hij zelf wil natuurlijk. Vrijheid, blijheid. Maar ik zou in ieder geval toch wel aanraden om een paraplu of een regenjak mee te nemen. Want ik kan niet garanderen dat het morgen droog blijft.